Hallo kijkers van Shiny Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Rayman Legends met Jordi van de Spar Guys. Ja, je moet zometeen wel weer je bijen halen, want je bent weer weg. Oh, wat de fuck. De Globox is aanwezig. Oh ja, daar is niks. Oké. Okay. Wat? Je moet even kijken of je dit stuk wel in kan laten, maar anders moet je andere muziek onderzetten, want dit kan copyright zijn. Oh, oké. Wat? Ja. Ja, ik wil ze slaan, maar dat kan dus niet. Nee. Heb je Rayman 3 hoeven hebben? Ja, op de GBA. Vergelijkbaar, maar het is niet 3D platformer, daar zit verschil in. Ik dacht dat ook nog niet op de Dat is de opmerking dan. Je hebt daar zo'n stukje dan gaat, kan je surfen op ja, dat zijn die surf levels zeg maar. En je moet een soort void is dat en dan heb je allemaal kleine stukjes waar je dan een hele wereld moet spelen. Wel tof, wel leuk en wel, maar het wel leuk en leuk is. Ja, dat was het. Dit was Castle Rock. En het zal waarschijnlijk een van de weinige levels zijn die we 100% doen, omdat er alles voor je ligt. Nice. Dan zijn we hier klaar. Kunnen we door naar de volgende. Creatures hebben we. Wil je nog wisselen van karakter of vind je wel prima? Ja, ik vind wel prima zo, ja. Kijk, we hebben Toads. Die. Oké. Aan de andere kant, zijn dat ook nog levels of niet? Dit zijn, kan je wisselen van heroes. Oh, ja. Dit gaan we niet doen, want het is Murphy, dit zijn challenges, dit is voetbal, dit is voetbal, okay, zijn mini games. En dit zijn origins. Dus dat zijn, kan je teruggaan naar Rayman Origins levels. Maar dan moet je die wel krijgen van de, ja, de kras dingen. Oké. Okay. Dus we gaan alleen de rechterkant doen, zeg maar. Ja. Ja. Oké, okay, top. Ja, ik, dat... Dat is een beetje zelfs met Kirby, daar had ik het game moeten 100% van tevoren. Ja. Nou ja, als ik deze game alleen zou spelen, zeg maar, had ik hem wel voor 100% gegaan. Ja, klopt, maar je, daar zit het verschil, dan had je hem alleen gespeeld. Ja. Hey, hier hebben ze andere kleuren pakjes aan, zag je dat? Mm-hmm. Die zijn ze groen. Kom hier, kom hier, kom hier, kom hier, kom hier, kom hier. Ondertussen landing nummer 3 of zo. Ja, nummer 3. Ja,
La di da, la di da, la di da. Goed gezien. Oké. Ga ik weer door. Ik vind het zo irritant dat je er allemaal geslagen moet. Ja, maar het is net zoals met Mario, hè? Anders... Ja, maar dan ga je gewoon naar iemand toe en moet je hem allemaal aangrijpen. Je hoeft de andere speler niet daar niks voor te doen. Dus. Ja, dat is. Ah. Nou, 7, prima toch? 1, 2. Oh, nee, zilver. Zes. Ja, 6 het. Doorgaan, hartstikke fijn. Volgende. Next. Haha. Vreemde winden. Word lines. Iets te snel. Nee, niet Murphy. We don't like Murphy. Nice. En Murphy houdt gewoon niet van ons. Oké. Ga maar die kant op. Kom maar aan. Want ik kan ook niet beïnvloeden wanneer Murphy naar links of naar rechts gaat. Ik moet gewoon wachten tot Murphy zitten. Uiteindelijk zelf kiest van, ja, laat ik maar naar rechts gaan. Of laat ik maar naar links gaan. Oh echt? Dat doe jij niet? Nee. Wow, oké. Okay. Dat makes sense. Het is allemaal context sensitive, dus zolang hij maar in de buurt staat is niks aan de hand, maar ja. Ja, dat vind ik wel de kutst dat we die enemies iedere keer moeten kietelen. Ja. Oké, dan is dat klaar. Nu weer wel. Oh.
Alleen maar een coin. Kapitalist. Oh, ah. Oké, mooi. Goed. Goed. Kost even wat, maar neem ook wat. Oh, wordt hij mee? Dat blijft ongelooflijk groot vinden dat ik heel snel moet schakelen tussen Murphy en mezelf. En dan zijn we er weer. Hey joh. Nou ja, bijna de hele groep compleet. Ook goed. 8 van de beesten, prima. Helemaal goed. Dat is denk ik een nieuwe character, of niet? Yep. Olympus Maximus. Nee, bedankt. Dat is mooi. Maar het is goed om de tientjes, want de tientjes hebben we nodig toch om de wereld te ontlokken. Hou B ingedrukt om te zweven. Wie dan zweven? Niet in aarde storten, zweven. Bijna harde potmuziek dus. Ja, ik wou het net zeggen, hoor je wel. Nou, 100%, hoe de fuck. Don't care. Oké. We hebben een of andere krachten unlocked. Ja, Red Aurora. Aurora dus. Ja. Ik wil Aurora dus. Dan pak je op. Dan pak je nog mooie Aurora. Hoe doe ik dat? Zelfs met een schilderij, dus ik moet even naar boven flikken. Nou, hier heb je Aurora. Woe! Hoeveel moeten we nog? Ja, oké, moet nog wel wat. Alleen hebben we genoeg schildertjes voor de volgende level. Oh, zat. Oh, dat is het probleem niet, volgende level, maar het is gewoon even vooruit, vooruit kijken. Kasteel in de wolken. Het zal vast wel een kasteel zijn. En misschien zelfs in de wolken. Oeh. Ah. Hit me, thank you.
Net. Net een pixel, anders was het niet gelukt. Oké, dan moeten wij rechtsom. Ja, lekker bezig. Ja, dit is volgens mij gewoon, dit is volgens Weinstein muziek. Ja. Ubisoft heeft gewoon dingen gepakt van Warner Brothers. Dat is niet netjes. Je bent ervoor betaald. Het is Ubisoft, denk ik niet. Dat is van een aantal Ubisoft. Ik heb gezien wat ze hebben gedaan met Prince of Persia. Ik vind het terecht te haat. Ja. Oeh, je hebt een oe gevonden. Oeh. Doe jij maar. Stelletje beunhazen. Hey! Ik zeg ook stelletje beunhazen. Hop twee. Oh nee, we hebben eentje gemist. Oh wel. Dat scheelde niks. Weet je wat lastig is? Dat ik nu soms denk dat ik jouw karakter ben. Ja, dat kleurverschil is niet erg genoeg, hè. Bij jou in de buurt komen. Maar nu zat ik helemaal kerm aan de plus. Ja, te laag. Ze willen ook gewoon niet gered worden, hè? Nee, ze doen wel het beste. Ik denk dat we die hadden moeten pakken. Wat? Die lineaal, liaan daar. Oh, nou, ik zag niet eens een liaan, joh. Moet je nagaan. Maar ik kan hem ook gewoon niet eerder pakken. Nee, niet. Het is gewoon. Net. Oh,
Ja, je moet maar doen. Nice. Nice. Mion, mion, mion. Lekker hoor. Ik denk dat we langzaam zeker wel moeten gaan opletten met de hoeveelheid tinkjes die we redden. Ja. Toen hadden we toch best wel veel redden, want hebben we er ook weer 7. Ja, we of redden... 9. Ja, we redden ze op zich bijna allemaal. Ja. Dus tussen de 6 à 9 halen we iedere keer wel. En we zijn er toch elke keer ook goed mee bezig. Dus. Ja. Ik denk dat het goed is. Anders dan refishing kan gewoon een level waar we heel weinig hebben. Mm-hmm. Murphy! Ja, dat ding zit vast. Oh. Ja, ik dacht ik kan het op, want... Oh, wacht, ik beneden zat het wel iets. Zie je? Ja. Ja. Oh nee, dit ziet er totaal niet ingewikkeld uit. Zo kan het ook. Komen we wel. Ja. Oh, stik erin. Dood. En we hebben weer. Waar ben jij? Ja, onder. Okay. Ja. Maar even, kan je ook Murphy controleren? Hoe? Niet deze dus, kan. Ja, dat kan ook. Ah, fijn. Het is niet flauw bedoeld, maar het is gewoon gigantisch. Ik dan, by the way, daar ben jij, hè? Ja, ik was aan het wachten dat jij naar de kant vroeg. Zo. Ik dacht dat het een liaan was. Ja. Ik heb soms heel veel moeite met uit te halen wie ik ben en waar ik ben. En wie jij bent. En wie ik ben. En hoe jij bent. En waarom je bent. Ja, ik weet het. Misschien na deze aflevering even wisselen van character. Nee.
Ja, dat gebeurt er dus de hele tijd. Dat ik hem overspoel. Ja. Dat het adelig is, zeg maar. Nee. Dat is echt zo'n handig gedaan. En deze fan vind ik ook niet dat, dat één kijk toch wel even die Murphy kan controleren. Maar vaak ben ik sneller dan dat Murphy de dingen kan doen. Dan heb je deze onzin ook iedere keer niet van. Ja nee, Murphy, kom op snel. Dat kan net niet, hè? Kwaad op een net niet, dat kan ook net niet met z'n tweeën. Nou! Je wordt gewoon getoeshot. En daarom is Murphy dan weer te laat. Dat kan ook niet zo leuk. Nee. Ja, is goed mee, hè. Na verloop van tijd kunnen die cutscenes de beurs krijgen. Yeah. Ja? Ja. Dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.